Ik ben Janno en ik zit op Drenthe College Annaplonenlaan en ik doe de opleiding constructiemedewerker. We hebben meerdere opleidingen hier op het Drenthe College. Office, economie en communicatie. Handel en ondernemen. ICT. Metaal, installatie en elektrotechniek. En mobiliteit, transport en logistiek. Nou, we zijn vandaag hier in het technieklokaal, waar de constructiemedewerkers zijn. Hier wordt meestal glas, staalbewerking, nou, van alles wat. Alles wat met metaal heeft te maken. Hier staan we bij de boormachine. De boormachine, daar hebben we een hele makkelijke methode voor om de toeren te bepalen. Je doet gewoon eigenlijk 6000 gedeeld door de boordikte. Nou, bij deze is er 5, dus dat is eigenlijk 1200. Nou, dat is zo moeilijk is het niet. Nou, we zijn hier in materiaalopslag. We hebben hier, zoals je ziet, alles van alles, van klein tot groot. Met al het materiaal wat we hier hebben, kun je van alles maken. Het is je eigen idee wat je wil. Nou, we kunnen een oprijbrug voor een auto maken, een barbecue, een vuurkorf, van alles wat. We zijn hier bij Draaien en Frezen. En alles wat hier met hand gemaakt, van auto-industrie, vliegtuigen, alles. Nou, aan deze kant wordt alles met hand gedaan. En aan die kant heb je daar de machine staan. Die moet je allemaal met programma's instellen. En dan gaat alles automatisch en doet de machine het zelf. Nou, wat we nu doen in de theorie is wat we ook in de praktijk doen. Alleen dan teken je nou 3D, dat hoort er ook bij. We zijn hier in het elektrotechnieklokaal en hier leren de jongens in de elektro voor stroomaanlegging in de voorziening van huizen en van de zonnepanelen. Deze gang wordt meestal de theorie gegeven. Ook wordt hier entreeonderwijs gegeven op het Drenthe College. Ook de installatietechniek opleiding wordt hier op het Drenthe College gegeven. Nou, hier doen ze de opdrachten, daarna gaan ze naar een werkplaats en daar maken ze het. Dit was de rondleiding op het Drenthe College Annaplonenlaan en misschien tot volgend jaar.